Thank you. Jongens, kun je even stil zijn? Want hier gaat de vriend van Walter Stram voor even voor ons spreken. Die hier dus in Hoevelaken was op die dag waar we het vandaag over hebben. En die ons dorp heeft bevrijd van de Duitse bezetting. Good morning, ladies and gentlemen. And welcome to the sixth grade students and their teachers. My name is Ken Froland. I was a Canadian soldier who took part in the liberating force that engaged the Nazi German army here on Westerdorpsstraat here in April 1945, 71 years ago. Ken heet jullie allemaal welkom, wens jullie goedemorgen en welkom aan jullie als scholieren en ook aan de docenten. Zijn naam is dus Ken Froland, een Canadese soldaat die deel uitmaakte van de bevrijders die hier het Duitse nazileger op de Westerdorpsstraat in april 1945, 71 jaar geleden, tegenkwam en uiteindelijk heeft verslagen. That day, my friend was killed, Walter Schrank. We met during the fighting in Italy, and then we were moved to the liberation of Holland in February 1945. Op die dag, 19 april 1945, is zijn vriend Walter Schrank hier gesneuveld. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens de gevechten in Italië, waar ze ook allebei als soldaat bij betrokken zijn geweest. En vervolgens werden ze overgeplaatst om te helpen in de bevrijding van Nederland in februari 1945. I came to Hoevelaken in 2007, when we dedicated the street in Walter's name. And I was amazed at the number of people that here that held a memorial service for him over the years to honor his name and to remember the Canadians that lost their lives in the Netherlands. Hij vertelt dat hij voor het eerst hier in Hoevelaken kwam na de oorlog dan in 2007 toen er een straat werd genoemd naar Walter Strang. Kennen jullie die straat, de Walter Stranglaan? Ja? Als je hem nog niet kent, zoek hem maar op. De zijstraat van de Dorpsstraat. En Ken was verbaasd om te zien hoeveel mensen hier meededen met die herdenkingsceremonie. En ook niet alleen dat jaar, maar ook de jaren daarna. Hoe we zijn naam willen eren en hem en andere Canadezen willen herdenken die hun leven hier hebben gegeven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. I say all this to build up the immensely large expression of gratitude that I have for the people, for you people, and everything that you have done as a foundation, as a school program, and to the individuals to ensure that his name lives on, that he receives the honor he deserves. Ik zeg dit allemaal, zegt hij, als een soort introductie om mijn enorme dankbaarheid uit te spreken die ik heb voor jullie allemaal, alles wat jullie gedaan hebben, de stichting, het schoolprogramma en ieder individu die zijn steentje bijdraagt, of haar steentje bijdraagt, om ervoor te zorgen dat de naam van Walter Strang voortleeft en dat hij alle eer krijgt die hij heeft verdiend. And that honor also goes to those Canadians who have given their lives in defense of freedom, mercy and good. We remember them and bless their names forever. Die eer die gaat ook naar alle andere Canadezen die hun leven hebben gegeven ter verdediging van de vrijheid, van barmhartigheid, van al het goede. En we zullen ze blijven herinneren en hun namen voor altijd blijven eren.
A friend is the highest reference you can attribute to another individual. Wat is de grootste eer die je een ander persoon, een ander individu kan geven? Dat is als je hem of haar een vriend noemt. Yet it doesn't compare with the closeness that we experience in combat. That having entrusted our lives to each other's care, we became closer than brothers. Maar zelfs zo'n term, vriend, hè, vriendin, vriendschap, hele diepe, belangrijke termen, dat komt nog niet in de buurt van wat zij hebben meegemaakt toen ze aan de oorlog deelnamen. Want daar ging het erover dat je je eigen leven toevertrouwde aan je kameraden. Dat zij voor je zouden zorgen als dat nodig zou zijn. En daardoor, door die ervaring, zijn die soldaten vaak nog dichter naar elkaar toegegroeid dan broers. It makes me think how lucky we were. Those of us that came home. And I thank Almighty Creator who watched over me in battle. Dit doet me realiseren hoeveel geluk wij hebben gehad. Wij, zegt hij dan, de soldaten die wel thuis zijn gekomen en niet zijn gesneuveld. En hij wil de Almachtige Schepper danken dat hij over hem heeft gewaakt tijdens alle gevechten die hij mee heeft gemaakt. When our commanding officer read the order that the unconditional surrender of the Nazi German army in May 1945, no one said a word. We were all quiet with our thoughts, and that day, the day that we had bled and died for, had finally arrived. Ken vertelt nu over de laatste dag van de oorlog. Toen zijn commandant de orde voorlas van de onvoorwaardelijke overgave, zoals dat heet, van de nazi's, van de Duitse legers in mei 1945. Dat was de laatste dag van de oorlog voor hun als soldaten. Maar niemand zei wat. Ze waren allemaal helemaal stil. Ze zaten in hun eigen gedachten verzonken. Dit was de dag waar ze al die jaren voor hadden gebloed en voor hadden gevochten en al dat gevaar hadden getrotseerd. En die dag was eindelijk aangebroken, maar iedereen was helemaal stil. No one knows the meaning of peace. Except those that who have been to war. Ours was a quiet celebration, but we still had to be careful, as some of the enemy had not heard the news of the ceasefire. But we were happy this mess was finally over. Ken zegt dat niemand eigenlijk de betekenis van het woord vrede goed kan begrijpen tenzij die in een oorlog is geweest. Dus deze soldaten aan het eind van de oorlog vierden het eind van de oorlog eigenlijk in stilte. Daarnaast moesten ze ook nog wel gewoon opletten, want niet elke vijandige soldaat had inmiddels gehoord dat de oorlog was afgelopen. Dus gevaar was nog steeds aanwezig. Maar als soldaten, ondanks hun stilte, waren ze van binnen wel heel erg blij dat deze enorme ramp eindelijk voorbij was. Coming to Hoevelaken has helped me relive those days in an area where it happened. But nobody who was there came back the same. Nu ik ieder jaar weer terugkom naar Hoevelaken, ben ik in staat om die dagen van toen eigenlijk weer opnieuw te beleven. In het gebied waar het allemaal is gebeurd, hier in ons dorp. Maar niemand die hier was, of waar dan ook in de oorlog, kwam uiteindelijk thuis als dezelfde persoon die hij was toen de oorlog begon. All combat soldiers come out wounded, either physically, mentally, or emotionally. That experience completely changed their lives. Alle soldaten die gevechten meemaken, die oorlog echt hebben meegemaakt, zegt hij, die komen er uit de voorschijn op de een of andere manier gewond. Ofwel fysiek gewond, dat je lichaam
wonden heeft opgelopen, of mentaal gewond of emotioneel gewond. Maar hoe het ook is, die ervaring van de oorlog, iedere soldaat die heeft meegemaakt, wordt daardoor compleet veranderd. I have been welcomed here each of the 10 years I've come back. I've made a friend of a number of people. I visited schools, talked to the children, met with a group of seniors, some of them which were victims of the Nazi party. But you folks have touched my heart with your friendliness and your hospitality. Ken vertelt dat hij hier al 10 jaar nu komt. En iedere keer als hij hier komt, is hij hier weer welkom, ervaart hij. Hij heeft vrienden gemaakt, hij heeft scholen bezocht, hij heeft met kinderen gesproken. Jullie zullen straks ook hopelijk met hem spreken. Hij heeft ook oudere mensen bezocht, waarvan sommigen de oorlog hebben meegemaakt en hebben geleden onder de nazi's. En hij vertelt hoe hij geraakt is door de vriendelijkheid en de gastvrijheid van iedereen die hij hier ontmoet. But I'm an old soldier now. And I don't know if I can continue these visits. I have health issues that may prevent traveling. But to me, coming to Hoevelaken has been the highlight of the year. I will miss you all, but if I'm able, I'll be back next year. Ken zegt, ik ben op dit moment inmiddels echt wel een oude soldaat geworden. Dus ik weet niet zeker of ik wel door kan gaan met deze bezoeken ieder jaar. Hij heeft wat gezondheidsproblemen, waardoor hij misschien niet meer kan reizen in de toekomst. Maar, zegt hij, tot nog toe, hier naar Hoevelaken komen, dat was het hoogtepunt van het jaar. En als het niet meer zou kunnen, dan zal ik jullie allemaal missen. Als ik volgend jaar bijvoorbeeld niet meer zou kunnen komen. Stay dedicated to Walter Schrein. Honor his service to the country. Keep his name above, keep his name alive for the generations to come. And now, I thank you, all of you. Thank you. Ken zegt, zelfs als hij niet meer terug kan komen, dan roept hij ons op om Walter Strang wel trouw te blijven en om zijn dienst aan de diensten die hij geleverd heeft aan ons land, aan onze vrijheid, te blijven eren en zijn naam levend te houden voor nog veel meer generaties, ook na jullie weer. En met die woorden bedankt hij jullie allemaal van harte. Thank you.